Nou, hallo allemaal. Ik sta hier op dit moment naast Ruby. Ze is vooral bekend om House of Talent. En dan gaan we even meteen die eerste vraag doen. Want hoe ben je terechtgekomen in House of Talent zelf? Dat is een leuke vraag. Ik was tijdens dat ik een liedje aan het schrijven was, kreeg ik even geen inspiratie meer. Dus ik ging op Facebook. Ik werd afgeleid. Ik ging scrollen op Facebook. En toen kwam ik terecht op de Facebookpagina van degene waar die zeg maar House of Talent maakt. En toen zag ik een casting staan. Zag ik staan zangeressen en muzikanten gezocht. Dus toen dacht ik, nou, ik ga maar kijken. Toen heb ik een filmpje opgestuurd en ik werd gelijk gebeld. Dus toen heb ik auditie gedaan, nog een auditie. En zo ben ik er helemaal doorheen gerold. En toen kwam ik erin. Oké, nou dat is natuurlijk heel fijn. En hoe is het om een heel jaar lang met steeds dezelfde personen maar in één huis te zitten? Nou, gelukkig was het niet een heel jaar lang. Het was een half jaar. Maar het was heel leuk, want je maakt alles samen mee. Maar het was ook niet heel leuk, want je moet ook alles samen delen. En je wilt niet met iedereen alles delen. En je kan ook niet altijd met iedereen alles delen, want niet iedereen is hetzelfde zoals jij bent. Mm-hmm. Dus ja, je moet het zo zien. Je hebt een haat-liefde verhouding met elkaar. Ja, want natuurlijk, House of Talent was ook heel druk. En er waren ook heel vaak dat er opdrachten verdeeld moesten worden. Wat vond je daarvan? Van die spanning van, mag ik wel een opdracht doen? En die eliminatierondes van, mag ik nog wel doorgaan? Was die spanning heel hoog? Ja, de spanning was wel daar, want stiekem wilde je wel iedere ronde blijven. Dus je was wel echt aan het vechten voor jouw plekje bij de laatste 7 mensen die doorgingen steeds. Dus het was heel spannend, zenuwslopend. Soms hebben we niet goed geslapen, maar ik denk als je dat allemaal meemaakt, dan word je wel sterker en dan groei je wel. Dus het was niet leuk, maar je wordt er wel sterker van. Oké, en heb je nog contact met mensen van House of Talent zelf? Hoi Bram! Ja, nou ja, mijn vriend natuurlijk. Mm-hmm. Mijn vriend. En ik heb Jorieke wel eens gesproken. En volgens mij gaan we binnenkort bij Samir eten. Maar verder heb ik niet echt contact meer met mensen. Iedereen doet zijn eigen ding. We zijn eigenlijk gewoon allemaal vreemde mensen bij elkaar in een huis gestopt. En niet iedereen was elkaars vrienden. Dus buiten het huis ook niet. Oké, en dan ga ik misschien wel een hele vraag stellen waar misschien geen antwoord op gegeven mag worden. Maar was het soms gescript? Of was het echt reality dat echt alles gebeurde wat er standaard gebeurde? Of was er soms een klein scriptgeval? Nou, er was geen script. Maar wat wel zo was, is dat je een discussie moest voeren als je het ergens niet mee eens was. Soms denk je, weet je, laat maar gaan als jij dat keukenkastje wilt hebben met jouw spullen, doe maar. Maar dat, er werd wel gezegd, als jij iets vindt, moet je het ook uitspreken. En dan moet je het aangaan, de discussie. Want er moeten wel scènes komen. Dus het was niet gescript. Maar we wisten wel van, oké, jij wilt een discussie aangaan. Nou, dan ga ik erop in. Want dat is drama. En dat hadden we ook nodig, buiten de muziek om. Maar ik vond wel dat er wat meer muziek uitgezonden mocht worden, ja. Oké, en heb je nog eventuele dingen die je... Want House of Talent is natuurlijk al een tijdje klaar. Zijn er dingen die je daarna hebt bereikt of die je nog wil bereiken eventueel? Er zijn sowieso nog heel veel dingen die ik nog wil bereiken. Maar er zijn hele leuke dingen gebeurd tussendoor. Ik heb een nieuwe single uitgebracht vorig jaar. Ik stond met Paul Elstak in het Gelderdoom. En het Gelderdoom, daar stond ik 3 jaar geleden naar Justin Bieber te kijken. Dus nu stond ik er zelf. Toen dacht ik, wow, oké, dit is wel heel vet. Ik heb weer een nieuwe single die eraan komt. Ik werk veel met DJ's samen. En het gaat alleen maar beter en beter. Maar ja, je ziet niet alles. Er gebeurt heel veel achter de schermen. Maar je moet je gewoon in de gaten blijven houden. Oké, en er is natuurlijk heel veel mediadrukte en zo. Is het artiestenleven zelf echt zo druk als het lijkt of valt het een reusje mee? Het is zo druk als dat je het zelf maakt. Want als jij niks doet... Als jij geen liedjes schrijft, dan gebeurt er ook niks. Maar als je veel liedjes schrijft, dan ga je veel uitbrengen. En als je bijvoorbeeld kleding leuk vindt, dan ga je je daarin interesseren. En dan ga je misschien samenwerken met kledingmerken. Dus het ligt aan jezelf. Maar het is wel heel druk. Maar je kan ook echt wel een keer Netflixen. Oké, nou dan wil ik je heel erg bedanken voor dit interview. Nog een fijne avond op het SNS Topsport Gala. En mag je nog verder groeien in je werk.